Al maandenlang vraag ik samen met mijn collega Pieter Omtzigt aan de regering om duidelijkheid over hoe het zit met de Nederlandse steun aan de rebellen in Syrië. Gisteren kwamen Nieuwsuur en Trouw met het nieuws dat met Nederlands belastinggeld rebellen samenwerken met terroristische organisaties, kindsoldaten inzetten en woonwijken aanvallen. En dit is heel erg slecht. Daarom heb ik vandaag een debat aangevraagd met de minister van Buitenlandse Zaken, omdat ik de onderste steen boven wil hebben.